Goedemorgen, we zijn hier met Jen van het mentale gezondheidsspel van de NJR. En Vera van Mind Us. Wij gaan vandaag op pad voor de European Mental Health Week. En we gaan naar? We gaan eerst naar het mentale gezondheidscongres in Amersfoort. En daarna gaan we Apeldoorn de jongeren zoeken. Yes, there we go. Jullie volgen ons vandaag. Goedemiddag, ik wil je graag vragen, waar kunnen jongeren jou van kennen? Ik zit in het kabinet en ik ben verantwoordelijk voor onder andere de mentale gezondheid van jongeren. Ik ben Indra Somers en jullie kunnen mij kennen via het spel You're Not The Only One. Ik ben de directeur van Mind Us, dus ik heb Mind Us mee opgezet. Ik vind het gewoon heel belangrijk dat jongeren er met elkaar over kunnen hebben en dat het normaal wordt om je een keer niet goed te voelen. Als ik met jongeren praat, hoor ik gewoon dat dit heel erg ze bezighoudt. En elke jongere die ik tref die echt vastzit, waarvan ik denk, oh mijn god, dit hadden we toch kunnen voorkomen door de dingen anders te organiseren in Nederland. Daar ga ik van aan. Dan denk ik, dit moeten we doen met elkaar. Nou, met wie sta ik hier en waar zijn we? Met Jesse. En we staan bij AV34 in Apeldoorn, in de Atletiekbaan. Op het gebied van mentale gezondheid, waar haal jij steun uit? Ja, ik haal steun eigenlijk voornamelijk uit mijn sport. Dus als ik eventjes wat bitterheid wil, dan kan ik lekker lopen. En dat eruit stampen, zeg maar, op die manier. En als ik er bijvoorbeeld even doorheen zit, dan ga ik het liefst sporten. Want dan laat je je gedachten een beetje los en dan doe je iets wat je leuk vindt. Ik sta nu in Apeldoorn, waar we net een ludieke actie hebben gehad. Bij de atletiekvereniging zijn we het veld opgerend om jongeren te vragen waar zij nou steun uit halen. Dus, dat was het voor vandaag. Check de Insta voor alle updates. En dit was dag 1. Tot morgen!